zijn stukjes kip met een krokant korstje. Zo zijn ze het lekkerst. Is dat niet moeilijk? Om te maken? Helemaal niet. Eerst maak je beslag. Daarvoor heb je nodig 50 gram bloem. 50 gram bloem. 1 theelepel zout. 1 theelepel zout. 3 eetlepels yoghurt. Mag er kom iets dichterbij? Ja. 1 eetlepel. Goed. 2 eetlepels. 3 eetlepels yoghurt. 3 eetlepels water. 1 eetlepel. 2 eetlepels. 3 eetlepels. En goed blijven roeren met de garde. Als je geen garde hebt, kun je ook een vork gebruiken. En je moet blijven roeren met de garde of de vork, totdat je geen klontjes meer ziet. Wanneer was hij ook weer klaar? Als er geen klontjes in zitten. Zo, het is klaar. Dan hebben we 1 ei nodig. 1 ei. Kijk, Roos, zo doe je dat. Je tikt voorzichtig de ei op de rand en dan doe je het heel voorzichtig en dan... Nou, nu gaat het wel goed. Gelukkig. En nu moeten we weer zorgen dat er geen klontjes in zitten. Zal ik hem eens even helpen? Doe jij nog maar wat peper bij. Moet er echt peper bij? Ja, doe maar. Nu hebben we 2 kipfilet nodig. Die snijden we in 8 gelijke stukken. 2 kipfilet. Alle 8 stukken moeten echt even dik zijn. Waarom? Omdat dan worden ze allemaal even snel gaar. Je moet wel je handen wassen als je de kip hebt gesneden. En wat gaan we nu doen? Nu hebben we panko nodig, 75 gram. 75 gram panko. Maar wat is dat eigenlijk, panko? Panko is een broodkruim uit Japan. We gebruiken het om de kipnuggets lekker knapperig te maken. Je pakt een stuk kip. Oké. Die doop je in de slag. Dan doe je de panko erop. En dan kan je hem op het bord leggen. En dan kan je aan de volgende beginnen. Nou, ik heb een veel betere manier. Maar eigenlijk een snellere. Hier hebben we een zakje met panko. En dan pakken we een stuk kip. Dopen we hem ook in het beslag. En doen we het in het zakje. Dan gaan we het schudden. Dat is eigenlijk een veel leukere manier. Dat wil ik ook doen. Oh kijk, ik heb nog een zakje. Yes. En nu ga ik het schudden. Laat maar zien. Ik denk dat de mijne nu ook wel klaar zijn. En zo zien ze er dan uit. Nu gaat het pas echt beginnen. We doen eerst de pan aan. Het vuur moet op middenhoog staan. Dan doen we er 3 eetlepels olie in. Maar let op met de olie, want die wordt heel heet. Moeten ze allemaal tegelijk in de pan? Nee, doen eerst de helft. Hoezo? Dan heb je meer ruimte om ze goed om te draaien. Heb je een pollepel nodig? Ja, graag. Hoe lang moet je ze bakken? 5 minuten. Maar na 2 minuten moet je ze al omdraaien. Hier, pak ook even een tangluilak. Ik doe alles in mijn eentje. Wow, ze worden wel mooi bruin, hè? Ja, ze zijn bijna klaar. Kunnen ze eruit? Nou, nee, nog heel even wachten. Als ze helemaal gaar zijn, leg je ze 1 voor 1 op het bord. Bord met keukenpapier. Zodat de olie er lekker en goed uit kan lekken. Zo, nu zijn ze helemaal klaar. Zullen we aanvallen op 3? Ja. 1, 2, 3. Aanvallen!